We nemen even iemand. Ja. Echt niet zomaar iemand. Ed Sheeran. Ja. Dat was in het begin ook een beetje een kraai. Gek genoeg. Ja. Nou ja, gek genoeg. Kijk, ik kom met heel veel kinderen in aanraking die enorm de wens hebben om beroemd te worden. Hè? Of ja, vaak begint met beroemd worden. En dan denk ze, nou, dan is zingen heel erg leuk. En dan soms komen ze bij me binnen en denk ik echt van, nou, dit is, wat ben je nou aan het doen allemaal? En dan toch zijn het degenen die dan heel erg hard werken. Goed hun oren leren trainen. En wel of niet op les gaan, maar luisteren naar voorbeelden. Naar muzikanten, artiesten die ze te gek vinden. En door blijven zitten. En dan ineens een paar jaar later dan komt er iemand bij me binnen. En die denkt, oh, hey, wat is hier gebeurd? Ja, dan is opeens iets volwassen geworden. Ja. Laten we heel even kijken naar een stukje van Ed Sheeran. When people go, oh, you're so talented. You were born with natural talent. I'm like, no. Okay. I'm addicted to Nou, hier is ook iets anders aan de hand, hè? Want? Nou ja, omdat je als jongen natuurlijk de baard in je keel krijgt. En daar zat hij toen middenin. En dan heb je nog geen idee hoe je met die kopstem om moet gaan. Dus ja, dan ga je lopen zoeken en dan klinkt het zo. Is het ook zo dat zo'n stem van een kind op een gegeven moment totaal kan veranderen? Ja. Ja? Ja, absoluut. Maar ten goede of ten slechte? Allebei. De kwade bedoel ik. Ja, ik heb ook wel eens voorbeeld gehad dat ik echt een mega getalenteerd kind binnenkreeg. En die heb ik dan 10 jaar later kwam ik die tegen. Die deed ik dan ook niks meer met zingen. Maar die ook echt heel anders klonk. En lang niet meer zo'n mooie, heldere stem had als toen. Ja.